Ja, verschrikkelijk. Het is een en al modder. Auto's op kop, winkels ingeslagen. Het is dramatisch. Het is echt heel verdrietig. Meer dan 100 doden tot nu toe. Maar dat aantal gaat vermoedelijk nog oplopen, want er worden nog steeds veel mensen vermist na de gigantische overstromingen in de regio Valencia in Spanje. De beelden zijn echt verschrikkelijk. Auto's die meegesleurd worden door het water dat met een enorme kracht door de straten stroomde. Bewoners van de dorpen rond Valencia werden door het natuurgeweld volkomen verrast. Nog steeds zijn allerlei dorpen van de buitenwereld afgesloten en zitten veel mensen zonder water en stroom. In het gebied wonen ook veel Nederlanders, onder wie de Haagse Lena Nijenbrings. En we hebben nu contact met haar, Lena. Ja, jij woont in het dorpje Massanassa, 10 minuten van Valencia. Maar je was in een ander dorpje op het moment dat het noodlot toesloeg. Wat gebeurde daar? Nou, er kwam in één keer zo'n vaart aan water aan. Je kon daar eigenlijk niks tegen doen. Wij moesten zelf wegrennen om op tijd bij de auto te komen, terwijl het water al op onze schenen stond. Ja, zoals je zei, kon ik niet naar mijn eigen woning toe. Ik moest naar een dorp de andere kant op en daar 2 dagen blijven. Ja, je hebt 2 dagen vastgezeten daar. Inmiddels ben je vanmiddag wel weer op de plek waar je woont terechtgekomen. Massanassa dus. Hoe is het daar? Ja, verschrikkelijk. Het is een en al modder. Auto's op kop, winkels ingeslagen, huizen vernield. Het is, je kan alleen maar met de voet ergens komen en dat is al super moeilijk en gevaarlijk. Het is dramatisch. Het is echt heel verdrietig. Ja, dit zijn beelden die jij gemaakt hebt. Daar in de verte zien we jouw appartement, geloof ik, hè? Ja, klopt. Daarboven. Dat is mijn straat, inderdaad. Maar dit is hoe jij dus het dorp waar je woont aantrof. Ja, het is... ja dit zijn de wegen waar ik gewoon elke dag rij, heen en weer ga. En wat zien we hier? Zo moest ik aankomen. Nou, er zijn mensen die, omdat alle winkels vernieuwd zijn, de ingangen, zijn mensen helaas alles aan het overvallen en aan het meenemen. Dus we zagen inderdaad dat mensen stelen en dingen van de winkel stelen. Ja, matrassen dus meenemen. Het dagelijks leven, kan je daar water uit de kraan drinken? Kan je douchen? Heb je stroom? Hoe is het leven daar nu? Nou, we hebben dus 1,5 dag geen water en stroom gehad. Vlak voordat ik wegging, waar ik was afgelopen dagen, is er water gekomen. Dus hebben we snel gedoucht allemaal. Daarna wel weer door de modder hierheen gekomen. En na een half uur ging ook hier bij mij thuis weer het licht aan en is er water. Je kan water alleen niet uit de kraan drinken. En er zijn geen winkels, dus water wat je nu thuis hebt, dat is, daar moet je het mee doen. En anders water koken en dan opdrinken. Ja. Hoe moet het nu verder daar? Want als je de puin zo ziet... Ik moet zeggen dat ik het nu nog niet durf te zeggen. Ik kan nu nog niet echt bedenken hoe we dit gaan oplossen. Hoe we weer ons normale leven ingaan. Maar er is veel hulp. Tenminste, iedereen doet wat ze kunnen doen. We helpen elkaar, we checken elkaar. We zijn modder aan het scheppen. Huizen aan het leeghalen. Dat is voor nu wat we kunnen doen.